Moet je kijken, dit vind ik wel grappig. Dit is de homepage van YouTube. Oftewel, mijn homepage. En dan raadt hij natuurlijk allerlei vlogs aan. Van mensen die ik volg, maar ook mensen die ik niet volg. En wat zie ik? Er zit mijn eigen vlog opeens tussen de vlog die ik van de week online heb gezet. Spider-Man op zakformaat, Oberon Pockets. En dat gebeurt de laatste tijd wel vaker. Heel schizofreen is dat. Alsof ik mijn eigen vlogs niet ken. Of niet heb gezien ook. Maar ik vind het wel grappig om even aan jullie te laten zien. En wat krijgen we nog meer aangeboden? Nou, wanneer onder andere? Even kijken hoor, of ik het zo kan laten zien. Nou, Belgium Comics zit ertussen. En Nightrider Historians, die kijk ik geregeld. Natuurlijk ook vanwege mijn Nightrider boek wat ik aan het schrijven ben. En ComicTalk.nl. En dan NPO Radio 1 kijk ik heel af en toe naar. Dat is ook wel... daarom zit het ertussen. Fran Drescher, wat wordt natuurlijk gestaakt in Hollywood. Kijk, daar gaan ze gelijk, gaat het ook spelen. Hij voelt het aan. Maar goed, dat even terzijde. En dat is altijd wel grappig, vind ik. Wat vindt YouTube dat ik moet kijken? Als je naar en op basis van wat je al eerder hebt gezien natuurlijk. Een stripding nog. Maar er zitten ook heel veel politiek geladen dingen bij. Zoals dit. En dat probeer ik eigenlijk zo min mogelijk te kijken tegenwoordig. Want ik ben dat wel een beetje zat, de verdeling in de wereld. En deze wou ik nog eventjes zien van Ronnier. Leek me wel leuk. De perfecte staat van een uitgebracht album. En goed, zo ziet dat dus er een beetje uit. Maar wat ik vooral frappant vind, is dat ik dus zelf erin voorkom. En, of in ieder geval mijn vlogjes. En dat vind ik wel heel grappig. Dan zie je weer over de staking van in Hollywood. En dan die verschrikkelijke Barbie film die ik niet ga kijken. Hier hebben we Kevin Spacey, die vrijgesproken is, wederom, van beschuldigingen. Dus volgens mij is die man gewoon onschuldig. En dan, dit vind ik ook wel een mooie, Brian Eno, don't get a job. Ik zal het onthouden, Brian, want dat verneukt natuurlijk je creativiteit, zoiets. Nou, nog meer over Barbie, dat speelde natuurlijk helemaal erg. En gelukkig ook Pixels to Panels, dat vind ik wel heel leuk. Dat ben ik deze week gaan kijken, die had een hele reeks over... Image Comics. En ik ben natuurlijk een groot fan van Image Comics. Dus die heeft heel veel leuke dingen daarmee gedaan. En Perry Evel zit er ook tussen. Nou, dat zijn maar een paar dingetjes die ik nu eventjes uit heb gelicht. Ik vind het altijd gek als ik mezelf tegenkom. Of mezelf. Mijn eigen vlogs opeens. Die worden dan aangeraden door YouTube aan mij om te gaan kijken. Ja, misschien moet YouTube nog wat meer koffie drinken en wakker worden. Anyway, zomaar eventjes zo'n vlogje. Dankjewel voor het kijken. En op... naar een volgende vlog. Oh, Mr. Sheffield.